Met zware balken dichtte de gemeente Tiel op woensdagavond onder toezicht van Waterschap Rivierenland de verkeersdoorgangen bij de Coupures in Tiel. Een oefening die eens in de 5 jaar plaatsvindt. Vanaf 6 uur moest het verkeer bij Tiel even omrijden. De laatste keer dat de doorgang voor verkeer dicht moest was in 2011. Bij een echte noodtoestand wordt tussen de balken paardenmest of zand gestort om de boel te verstevigen, maar dat was nu niet nodig.